volgende dag. Nee, wacht even. Wacht even. Prutser, het is nog avond. Ik weet nog van een tijdje geleden dat ik niet naar beneden mocht. Ik moest hier blijven. Maar Victor, hij heeft daar iets verbergen. Daar moet ik even achter zien te komen. Oké. Victor heeft daar iets te verbergen. Maar wat? Nee, Jeroen. Oké, Victor, ik ben weg. Is hij weg? Ja, hij is weg. Oké. Als die Jeroen op één keer komt, dan zwaait het wat. Zo, heb ik goed gezegd, Victoria? Oh, ja hoor, je bent heel goed gedaan. Dat is top. Heel top. Ja, groot gelijk. Het is ook al ontzettend laat, het is al lang 12 uur. Maar ik heb wel Jeroen gehoord. En hij wou een tijdje geleden wilde eten beneden. Maar je weet wat de afspraak is. Je mag niet meer naar beneden komen. Ik ga even kijken dat hij nog slaapt. Als hij niet slaapt, dan krijg ik iets bij mij mee te maken. Hij slaapt nog steeds. Het is gelukt. Hij heeft niks in de gaten gehouden over Victoria. Maar als hij het merkt, dan moet ik hier verlaten. Maar dat kan ik niet toestaan. Ik ben hier de baas. Oh, Noah. Noah? Oh nee, ik ben alleen. Want Noah is er niet meer. Maar ik... Waarom staat de deur open? Ik had hem dicht gedaan. Hoe kan dat nou weer opeens? Victor. Ik wist dat er iets achter zat. Let maar goed op, Victor. Victoria. Oké. Even kijken wat Victor te verbergen heeft. Wacht. Ik ga naar deze kant. Hij is er niet. Slot gedaan, dan kan Victor niet meer erin. Wat is dat? Victoria. Wacht eens even, dat is zijn geheim. Leeft hij nog? Nee, het is maar nep. Die leeft niet meer. Het is maar een hele oude dodelijke wolf. Victoria. Wacht eens even. Victor? Victoria? Toria. Toria. In deze doos zit Toria in. Dat is het geheim van Victor.
is dicht. Ik heb het fout. Het leeft. Hallo, ik ben Jeroen. En ik weet dat jij Victoria bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wil jij mijn vriend zijn? Want ik vind Victor maar eng. En door mij moest jij boven blijven. Oh, het is aan mijn schuld. Oh, daarom moest ik boven blijven. Ja. Oh, dat is het van Victor. Maar blijf vragen, de allerlaatste, waarom heeft Victor nou jou Victoria genoemd? Waarom eigenlijk? Nou, ik ga je nu vertellen waarom ik Victoria heet. Nou, Victor heeft zijn naam gebruikt, maar ik eigenlijk heet ik in het echt Wasje. Wasje. Wasje is mijn naam. Dus je heet Wasje? Ja. Maar... Hallo? Waarom eigenlijk? Nou, dat vind ik zelf niet echt. Dat heeft mijn ouders bedacht. Maar nu zit ik hier opgesloten! Ah! Nou, weet je wat, Wasje? Ik neem jou mee. Kom, we gaan. Victor is niet te zien. Oh, dat is mooi zeg. Ja. Je bed. Wat zei je? Ik wil in je bed. In mijn bed? Oké. Vind je het goed dat ik je gooi? Oké. Nou, Victoria, ik moet even... Victoria! Ik ben klaar bij Victor, ik wil jou nooit meer zien. Punt! Zie je? Hij wil jou niet. Ga toch weg, man. Eind goed, al goed. Voor zover de video. Morgen ben ik weer op YouTube weer te zien. Dus maar één ding te zeggen. En dat is het rusten en later.